Beste vrienden, hier bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Misschien vraag je ook wel eens af, in wat voor tijd leven we eigenlijk? En zonder negatief te willen doen, moeten we met elkaar vaststellen dat we als christenen leven in een volkomen ontaarde wereld. Wat vroeger normaal was, dat is abnormaal geworden. En wat abnormaal was, dat is het nieuwe normaal geworden. En ik zou er tientallen voorbeelden van kunnen noemen. We leven ook in een tijd van geestelijk verval. En ik moest denken aan de woorden van Paulus in 2 Timotheüs 3, het eerste vers. Daar staat: en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Het Griekse woord voor laatste heeft de betekenis van iets dat zich toespitst. Paulus vertelt ons hier hoe de samenleving eruit zal zien in de dagen dat de tijd ten einde loopt. Het zullen gevaarlijke, moeilijke en ook emotioneel uitputtende dagen zijn. En om heel eerlijk te zijn, ervaar ik het leven soms ook wel eens zo. Ik ervaar dat ik een pelgrim ben. Ik ben een vreemdeling in deze wereld. Nou, lees voor jezelf ook de verzen uit 2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5. Want in deze verzen lees je de reden waarom het zo moeilijk, gevaarlijk en uitputtend zal zijn in de laatste dagen. Soms maakt het me wel eens moedeloos als ik alle ontwikkelingen binnen en buiten de kerk op me in laat werken. En dan komen er twee vragen in mij naar boven, schrik niet. De eerste vraag is: Heere God, waar bent u en waarom grijpt u nog niet in? En het tweede wat ik mezelf afvraag: waarom leef ik in deze tijd? Wat is mijn roeping in 2024? Misschien herken je die vragen wel. Tijdens mijn stille tijd bestudeer ik het Bijbelboek Esther. De hoofdpersonen in het boek zijn onder andere Mordechai en Esther zelf. En misschien hebben zij wel dezelfde levensvragen gesteld als ik. Maar dat weet ik niet. Maar te midden van mijn levensvragen en worstelingen liet de Heer mij vanuit dit Bijbelboek een aantal principes zien. En die wil ik graag aan je doorgeven. Allereerst is het heel opvallend dat in dit Bijbelboek de naam van de Heere God niet zozeer wordt genoemd. Maar dat de hand van God, zijn leiding, heel duidelijk zichtbaar is. En dat is geweldig bemoedigend. De Heere volvoerde zijn plan en hij gebruikte daarvoor onder andere Mordechai en op een heel bijzondere manier koningin Esther. Het was de tijd dat Haman wrede plannen had gesmeed om het Joodse volk uit te roeien. Nou, je kent waarschijnlijk de geschiedenis wel. Maar de Heere leidde de situatie zo dat niet Mordechai, maar dat Haman aan de galg eindigde. God was als het ware op de achtergrond volop actief. Hij hield met eerbied gesproken een oogje in het zeil en draaide uiteindelijk alles om. Hij was volledig in controle. Ik moest denken aan een tekst uit Spreuken 16 vers 9. Daar staat: het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Of anders gezegd, met de woorden van een bekend gezegde: de mens wikt, maar God beschikt. We leven als christenen in een volkomen ontaarde wereld. Maar, en ik zeg het ook tegen mezelf, de Heere is volkomen in controle. Hij is volledig in beheer. Wat een bemoediging is dat. Maar dat vraagt wel om geloof van onze kant. Ik moest denken aan een tekst uit Psalm 37, vers 9. Daar staat: want de kwaaddoeners zullen worden uitgeroeid, maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten. De kwaaddoeners hebben een grote mond, maar ze moeten het uiteindelijk afleggen. Brutale mensen hebben de halve wereld. Maar de rechtvaardigen zullen de hele aarde in bezit gaan krijgen. Het tweede principe wat ik wil delen is dat God juist in die moeilijke periode in de geschiedenis van het Joodse volk een bijzondere roeping had weggelegd voor koningin Esther. En Mordechai die wijst haar daarop in Esther 4 vers 14. Dan lezen we het volgende: want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Een heel bijzonder vers, Esther 4, vers 14. Mordechai die drong er bij Esther op aan om in een moeilijke tijd op de bres te gaan staan voor het Joodse volk. Ze moest haar positie innemen en haar stem laten horen. Ze moest de waarheid vertellen en de koning inlichten over de boze plannen van Haman. En dat met alle risico's van dien. En het bijzondere is, Esther, ze is opgestaan. En uiteindelijk
is ze een middel in de handen van de Heere God geweest om een heel volk te redden. Om stil van te worden. Indrukwekkend. Maar de grote vraag is, wie staat erop in een tijd als deze? In onze tijd. We leven in een tijd waarin er sprake is van groeiend antisemitisme wereldwijd. En dat niet alleen, het is een tijd van geestelijk verval, binnen en buiten de kerk. En juist daarom roept deze tijd om mannen en vrouwen met de gezindheid van Esther. Dat we vandaag in woorden en daden de Bijbelse waarheden blijven uitdragen en blijven uitleven. En dat in onze huwelijke gezinnen, in de kerken waar we deel van uitmaken en in het geheel van onze maatschappij. En dat maakt ons niet altijd populair, integendeel. Maar op deze manier mogen we een instrument zijn in de handen van een almachtig God. Om zo verschil te maken in een ontaarde wereld. En dat in de wetenschap dat Jezus gezegd heeft, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Shalom.